Goedemorgen dames en heren, vandaag hebben we iemand op bezoek. Hoe heet jij? Ik ben Daniëlle Kok. Wat gaan we vandaag doen? Jullie zijn gisteren bij ons op de manege geweest. Dat klopt. Ja, hebben we de cross gereden bij ons. Was heel leuk. Was zeker heel leuk. En ik mocht van jullie op Verona ook een rondje springen. Was ook heel leuk. Zeker. En ik ben zelf eigenlijk met springen niet heel bang. Maar crosshindernissen vind ik toch altijd wel een beetje spannend. En Verona gaf er eigenlijk zo'n goed gevoel mee dat ik in alle blijdschap na het rondje reed: ik wil op crosswedstrijd met Verona. Waarop jullie zeiden: ga je eerst maar eens kijken of je met Verona van het terrein afkomt bij ons. Dus dat gaan we vandaag proberen. Ja, want Verona is er niet heel makkelijk mee. Mijn moeder heeft het nu 4 jaar lang erover gedaan. En we krijgen er nu over het terrein. Nee, van het terrein af. Ja, dat was hem. En nou, dan gaan we kijken hoe Daniëlle Kok het doet. Hoe lang rij jij paard? Ik kon eerder paardrijden als dat ik kon fietsen. Een beetje echt paardrijden doe ik denk sinds dat ik 5 jaar ben. Wat zijn jouw specialiteiten in het rijden? Dressuur, western, springen, crossen? Volgens mij dat niet, maar... Subtopniveau dressuur rijden en springen op zetniveau. Hoe hoog is zet? 1,30 meter. Het hoogste wat ik ooit heb gesprongen is 1,70. Al gelijk afvat, dan staat het toch niet. Zo hier in de modder met mijn kont. Ik ga gewoon rechtuit hier of niet? Oh, sorry. Meisje, braaf. Goed zo, kom maar meisje. Kom maar meisje, goed zo. Braaf hoor. Goed zo. Braaf hoor. Kom maar meisje. Goed zo. Braaf hoor. Kom maar. Goed zo. Ja, kom maar. Goed zo. Braaf, kom maar. Goed zo. Nee, 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 blijf staan. Goed zo. Braaf hoor, kom maar. Goed zo. Kom maar meisje. Braaf hoor. Kom maar. Ja, het is inmiddels een tijdje later geworden. Verona is weer helemaal doodgevoerd. Ja. We hebben er goed om gekocht vandaag. Ja, zelfs. Jij vindt het lekker? Ik heb nog iets ultiems mee, hè? Letterlijk. Oeh. Verona zegt, kom maar hier. Kijk. Oeh. Die horen er ook nog bij, hè? Maar was je echt knap vandaag? Ja, hè? Ja, kijk. Nee. Oh, je doet hem helemaal in je mond. No? Smek, smek. Is dit dan, hoe heet dat? Haat van mij. Ik neem nog even een stapje afstand. Want ze is heel goed te slijmen. Aan die kant. Vond jij het gaan? Het ging best heel goed. We gingen van het terrein af en toen dacht ik, dit gaat me lukken. En toen helemaal bij het terrein de bocht om dacht Verona, dat gaan we even niet doen. Maar met wat hulp van jullie zijn we toch een heel eind gekomen. Dus op een gegeven moment moest ik rennen. Ja, dat ging het beste als jij voorop rent. Ja, zegt ze ook nog. Ja. Durf jij nu ook een cross met haar te doen? Ik denk dat ik dat wel zou durven. Zou wel heel gaaf zijn natuurlijk. Gaaf. En of jullie dat natuurlijk ook leuk vinden als ik dat ga doen. Ja! Dat zou wel kicken zijn. Ja. Zeker wel. Ja. Zeker wel. Zeker wel. Ja. 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 Dan moeten we dat maar doen, hè? Ja, dat denk ik ook. We moeten maar eens gaan kijken of er nog ergens wat is binnenkort. Wil je een echte cross of een oefencross? Zullen we beginnen met een oefencross? Goed idee. Ja, denk ik. Doe ik ook mee. Ja, leuk. Ja, gaan we samen. Ja. Nee, nu een goede. Ja, dit is beter. Ja. 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 Doei! Doei!